Juridisch medewerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die in de meeste gevallen gezien moeten worden als ondersteunende juridische werkzaamheden, afhankelijk van het opleidingsniveau. Denk hierbij aan het vergaren van informatie, het aanmaken en bijhouden van dossiers, het opstellen van akten en aan het opstellen van overeenkomsten. Als juridisch medewerker zal je in de meeste gevallen onder een leidinggevende werkzaam zijn, zoals een jurist. Een notaris of een afdelingshoofd, afhankelijk van waar je precies werkzaam bent. Als juridisch medewerker kan je voor verschillende instanties, bedrijven en overheden werkzaam zijn. Een van de belangrijkste kerntaken van een juridisch medewerker is het toezien op de uitvoer van de juiste procedures. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de juiste regels en termijnen, inclusief het naleven van wet en regelgeving. Algemene werkzaamheden van een juridisch medewerker zijn het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het bijhouden van het klantenbestand. Een andere benaming voor juridisch medewerker kan ook zijn juridisch administratief medewerker. Juridisch medewerkers komen vooral veel voor binnen gemeentes, openbare instellingen en andere overheden die te maken hebben met vergunningen, procedures en recht. Binnen het bedrijfsleven zal een juridisch medewerker meestal voor de grotere organisaties werkzaam zijn, die beschikken over een eigen juridische afdeling. In de meeste gevallen zal een juridisch medewerker alleen verantwoordelijk zijn voor ondersteunende werkzaamheden of voor het doorvoeren van relatief simpele juridische werkzaamheden. Daarnaast kan een juridisch medewerker verantwoordelijk zijn voor het adviseren van cliënten op juridisch vlak. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes of aan een juridisch advieskantoor dat opgericht is om mensen te helpen bij juridische kwesties.